Leni Onzia, proficiat met de titel. Jullie zijn kampioen in eerste klasse. Hoe ging het vandaag? Ja, dankjewel eerst en vooral. Ja, ik denk dat we heel zenuwachtig zijn begonnen, waardoor we ook op 0-1 achterkomen. Maar daarna met een klassevlies van een boog komen we terug gelijk. En dan vanaf dan was de trein vertrokken, denk ik. De kansen volgden, de golen kwamen er, zeker 2-1 ook. Hebben we ook Lierse niet meer laten terugkomen, dus hebben we nog het seizoen, of nu toch in ieder geval het kampioenschap. Kunnen binnenhalen, dat doet heel veel deugd. Ja, ja. Je scoort zelf ook 3 goals, je heeft een aantal assists met hoekschoppen en zo, vrije trappen. Ja. Hoe voelt dat dan? Ja, dat is super natuurlijk, hè, dat je ook je steentje kunt bijdragen aan deze overwinning. Maar ik zeg, het is gewoon een collectief gebeuren vandaag en het is super dat we deze, die match ook kunnen afsluiten. Ben je blij dat je naar Tienen overgestapt bent in het begin van het seizoen? Ja, absoluut. Nu ben ik er heel content van. Hè. We zijn kampioen geworden. We hebben een heel mooi jaar beleefd. Het is een heel toffe groep. Er wordt heel goed gewerkt, dus ik ben heel content. Oké. Dankjewel, proficiat en veel plezier vanavond. Dankjewel, dat zal wel lukken. Merci.